Wil jij weten hoe je door middel van een plakbandje een super strakke ooglook kan creëren? Blijf dan kijken naar de volgende video. Leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Ik heb mijn haar al lekker een beetje gekruld en ik heb een glittertopje aangedaan. Het is bijna oud en nieuw en ik vond het een leuke gelegenheid om jullie te laten zien hoe je een ooglook kan creëren door middel van plakband. Het is eigenlijk iets wat bijna niet mis kan gaan, dus ik ga het jullie laten zien. Wat je nodig hebt is natuurlijk plakband, oogschaduw. Je kan zelf de kleuren bepalen die je mooi vindt. Een goede oogschaduwbasis, dat het goed blijft zitten. Dus dat het niet in de randjes gaat lopen, is heel belangrijk. Soms van al het werk anders. Mijn wenkbrauwen, die heb ik gisteren geverfd. Dus daar hoef ik eigenlijk niet zo heel veel aan te doen. En de basis heb ik ook al gedaan. Dus we kunnen gaan beginnen. Allereerst de plakband. Zorg ervoor dat je hem eerst eventjes op je hand plakt. Dat je hem niet direct onder je ogen gaat plakken. Want als je hem direct onder je ogen gaat plakken, dan plakt het heel erg hard vast aan je huid. En dan is het lastig om het er weer af te krijgen. Dus die ga ik aanbrengen onder mijn oog. En zorg ervoor dat je de lijn van je neus en de buitenooghoek omhoog aanhoudt. Want anders ga je hem te ver naar buiten plakken. En dan creëer je dus dat je ogen ook meer gaan hangen in plaats van dat ze omhoog gaan staan. Dus. Gewoon onder je ogen. En zorg er dus voor dat je die lijn strak omhoog hebt. Het zit niet heel erg lekker, maar het is ook niet vervelend. Oh, eerst even plakken. Bijna vergeten. Zorg er wel echt goed voor, want hij zat nou net niet goed bij mij. Maar dat je hem echt tegen je buitenooghoekje aanplakt. En kijk dan even goed of ze ook allebei gelijk zitten. Dat niet de ene meer zo staat dan de ander. Dus je kan beter even goed ervoor zorgen dat die goed blijft zitten. En dat ze allebei gelijk zitten. Ik ga even mijn haren vastdoen. Zo. Kunnen jullie het wat beter zien? Nou, de allereerste stap. Primer. Ik gebruik de primer van Jean Darcel. Zit in een potje. Je hebt twee verschillende ondertonen. Ik heb de koelere ondertoon genomen omdat ik een beetje een smoky eye-achtige look ga aanbrengen. Dus met een beetje grijs tinten, koele ondertonen. Dus vind ik het mooi om een koele ondertoon qua primer aan te brengen. Op het bewegende ooglid. Ik heb zelf altijd last dat mijn oogleden wat sneller vettig worden. En dan gaat mijn make-up altijd in die lijntjes zitten. Nou hebben heel veel vrouwen daar last van. Maar het is dus ideaal als je een oogschaduwbasis onder je oogschaduw aanbrengt. Dan heb je er gewoon geen last meer van. Nou, dan ga ik 3 verschillende kleuren oogmake-up gebruiken. Je kan iedere kleur oogmake-up gebruiken. Kies gewoon een make-up wat je mooi staat en waar je je fijn bij voelt. Dus je kan het ook heel natuurlijk doen. Maar voor vandaag, het is bijna nieuwjaar. Dus ik vond het leuk om een beetje smoky effect te krijgen. Dus ik ga 3 verschillende kleuren gebruiken. Nummer 8, die heeft een beetje een glans. Dus een beetje glitter erin. Nummer 12, een beetje een rozige ondertoon. Dat maakt het voor mij ietsje koeler, want als ik een gouden kleur zou gaan kiezen, dan wordt het een beetje te kitscherig. En sowieso vind ik dat ook mooier bij het glittertopje. En nummer 11. Nummer 11 is een beetje een grijzige, taupe-achtige kleur.
Nou, je begint altijd eerst met de middelste kleur. Dus het maakt niet uit of je nou inderdaad met een beetje bruin werkt of juist eerder met een beetje grijs. Begin altijd met de middenkleur, de tussenkleur. Die gaan we aanbrengen op het bewegende ooglid. Een beetje penseel erop en dan op het bewegende ooglid. Vervolgens gaan we de donkere kleur pakken en die ga je dan van buiten naar binnen ga je die aanbrengen vanaf je plakbandje eigenlijk. En dan zorg ervoor dat je in je arcadeboog blijft. Nou, je arcadeboog, dat is echt waar je oog zeg maar omklapt, dus waar je je huidplooi over elkaar gaat. Dat is je arcadeboog. En ga van buiten naar binnen. En dan maak je eigenlijk een soort van V'tje. Een beetje een V-vorm. Dus je neemt hem vanaf de onderkant mee. Oh. En vanaf de bovenkant. De andere kant doe je exact hetzelfde. En doordat het plakbandje er dus zit, als je dus iets buiten die lijn gaat, dan maakt het niet uit. Want als je straks het plakbandje wegtrekt, dan heb je een hele mooie super strakke lijn. Dus het is echt ideaal voor als je zelf niet heel erg handig bent met eyeliner of met een ooglook. Nou, dan ga ik met een blendingpenseel de allerlichtste kleur gebruiken. Nou, een blendingpenseel heeft iets meer een beetje wijder uitstaande haren. Waardoor je het dus een beetje kan vervagen met elkaar. Blenden, zo heet dat. Nou, ik ga onder mijn wenkbrauw ga ik beginnen. En ik heb nu gekozen voor een glanzend product. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een beetje huidskleuren gebruiken. Dat is veel natuurlijker. Maar voor de party look voor vanavond vind ik een glans wel mooi. Dan ga ik eigenlijk over van binnen naar buiten. Over de rest van de oogmake-up ga ik hem heen vervagen. Dus ik pak niet meer opnieuw kleur erbij, maar ik ga hem puur gewoon eventjes mooi vervagen met elkaar. Ga ik hem nog iets meer aanzetten in het hoekje. Ik vind dat het nog ietsje donkerder mag. Dus je kan beter gewoon nog weer iets toevoegen dan dat je het gelijk al te veel hebt. Dus bouw het langzaam op. Je kan beter altijd inderdaad wat erbij doen dan het proberen weg te halen. De andere kant ga ik ook mooi vervagen en wat lichter maken onder mijn wenkbrauw. Denk ik dat het zo redelijk gelijk is. Dan zit de oogschaduw zit erop. En dan ga ik vervolgens de eyeliner aanbrengen. Ik vind zelf een botlood heel fijn werken. Omdat het ook iets minder strak en iets minder heftig is dan met vloeibare eyeliner. Je kan het een beetje vervagen. En het brengt ook veel makkelijker aan. Omdat het wat zachter is. Er zit ook een puntenslijpertje achterop. Dus wil je hem nog scherper, dan zou ik hem eventueel nog kunnen slijpen. Maar over het algemeen gebruik ik hem gewoon zo. Dan ga je eigenlijk dat lijntje volgen. En nou ja, het maakt dus niet uit of je over het plakbandje heen gaat. En de eyeliner trek ik niet helemaal door naar binnen, want dan maak je de ogen weer wat kleiner. Dus ik hou hem ongeveer tot ietsje verder dan mijn pupil. Als je het nou lastig vindt om je eyeliner aan te brengen, trek dan altijd even je ogen wat strakker, zodat je ogen minder trilt. Dat maakt het ook weer wat makkelijker. En aan de andere kant. En dan zit alle twee kanten zitten erop.
Nou is het moment van de waarheid. Is het goed gelukt? Ik ga het tapeje wegplakken. Ik heb net wel mijn basis al gedaan, dus ik denk dat ik straks nog wel even wat concealer eroverheen doe. Eigenlijk is het beter om je basis na je oogmake-up pas te doen. Maar ja, die had ik al op, dus vandaar. Dat is één. En de volgende. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Zo zie je dus dat je een mooie strakke lijn kan creëren. Ik ga wel aan de onderkant even met mijn oogschaduw. Ga ik het een beetje wat smoky maken. En dat kan je best gewoon met je oogschaduw doen. Of met een potloodje kan ook. Ik dep het eigenlijk een beetje, dus niet te veel wrijven. Dan krijg je een beetje van die panda ogen. Een beetje deppen. En dan een mascara. Nou, ik heb de wimperlift behandeling heb ik enkele weken geleden gedaan. Dus dat zit er nog wel een beetje op. Wat je ook kan doen is nog nepwimpers erbij plakken. Dat maakt het nog feestelijker. En als je niet zo heel veel wimpers hebt, is dat wel heel erg mooi. Nou, ik ga de mascara aanbrengen. Ik gebruik ook mascara van Jean Darcel. Met een beetje een rubber borsteltje vind ik altijd heel erg fijn werk. Als je mascara opbrengt, kan je best ook een beetje zigzaggen. Dat zorgt ervoor dat je wimpers ook mooi gespreid gaan staan. En aan de onderkant natuurlijk nog een beetje mascara. Niet te veel, want we hebben natuurlijk ook de oogschaduw al gedaan. En ik heb zelf wat langere wimpers aan de onderkant. Dus dan vind ik het een beetje van die kattenogen worden anders. Maar het is wel mooi, zeker als je een beetje de smoky eye look creëert, om al je wimpers mooi mee te nemen. Ook de binnenkantjes goed meenemen, dat die ook gewoon zichtbaar zijn. Ik doe hem nog even één laagje op de bovenkant. En dan is de ooglook klaar. Nou, de ooglook is klaar, maar ik vind het wel mooi om nog de look af te maken met een mooie lipstick. En om mijn wenkbrauwen een mooi model te houden, nou, ik zei net al dat ik ze had geverfd, dus donkerder hoeven ze voor mij niet. Ik vind ze al vrij donker op het moment. Maar met een wenkbrauwgel kan je ze nog gelijk mooi in model houden. Dit is ook weer van Jean Darcel. Die hebben drie verschillende kleuren. Ik heb nu nummer 6. Dat is eigenlijk de lichtste kleur, omdat ik niet wil dat mijn wenkbrauwen nog donkerder worden. Maar ik wil ze wel gewoon even mooi in model kammen. Dus dan ga je eigenlijk gewoon over je wenkbrauw heen. En dan kam ik ze gelijk mooi omhoog, zie je het verschil. Klein detail, maar hoort er wel bij. En de lipstick. Ik ga voor een rode lipstick. Normaal gesproken hou ik niet zo heel erg van rode lipstick. Maar voor deze look doe ik het wel. Ik teken ze eerst altijd in mijn potlood. Ik vind zelf altijd veel fijner om hem eerst even met potlood in te tekenen, want dan blijft hij veel beter zitten. En daarna de lipstick eroverheen. Ik heb gekozen voor een hele mooie donkerrode lipstick. Deze is ook van Jean Darcel. Nou, en dat maakt de party look helemaal compleet. Even mijn haren los doen. En ik ben klaar voor oud en nieuw. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer tips en meer dingen zien? Laat het even achter in een comment hieronder en abonneer je gratis op mijn kanaal. En geef even een duimpje omhoog. Tot de volgende video!